Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Uh, in deze video wil ik het met jullie hebben over astral reizen. Uh, en de video komt er op vraag van een van mijn uh, dierbare klanten, die daar nieuwsgierig naar was en die eigenlijk wil weten uh, wat ik en mijn team vooral daarover te zeggen had. Nu, zoals hij weet, probeer ik altijd de dingen zo simpel mogelijk uit te leggen, zodat onze mind niet te veel getriggerd en, 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 en gechallenged wordt, uh, zodat we op een heel gemakkelijke manier die informatie kunnen uh, ontvangen. Nu, um, ik heb de video eigenlijk opgedeeld in eigenlijk drie stukjes. Eerst van wat is astrale reizen, hoe werkt het, met nog een aantal stukken. En dan uh, het laatste deeltje eigenlijk over hoe ga je dat dan gaan doen, astrale reizen. Nu, um, wanneer ik de vraag stelde aan mijn team, van ja, wat is astrale reizen? Ik kan daar wel zelf een antwoord op geven en zelf wat dingen op, op vinden. Maar het is belangrijk dat informatie die ik doorgeef, en zeker ook aan mijn klanten en video's, um, dat die zuiver zijn. Dus uh, en wat de boodschap die ze eigenlijk uh, gaven was, um, astral reizen is eigenlijk een staat van zijn. Um, meer nog, het is eigenlijk een staat van zijn waarbij dat je jouw eigen energie projecteert, ergens anders, um, en die niet, te, niet te beperkt is in tijd en ruimte. Dus ik ga nog eens zeggen, het is eigenlijk een staat van zijn waarbij dat je jouw energie projecteert. Zonder beperkt te zijn in tijd en de ruimte. Dus dat betekent dat je gelijk waar naartoe. Jouw zelf kan projecteren. Jouw energie kan projecteren. Um, nu. Het volgende wat zo melk ook zijn. Was van eigenlijk al iedereen. Jij, ik, iedereen hier die hier geïncarneerd is. Doe dit al onbewust. Elke nacht. Dus van zodra dan we gaan slapen. Alleen niet per se elke nacht. Maar dus als je slaapt. Of dat nu overdag of nacht is. maakt niet uit. Maar van zodra hij slaapt je eigenlijk astraal gaan reizen. Waarom? Omdat astraal reizen eigenlijk veel meer geeft dan gewoon het reizen op zich. En daar gaan we straks verder ook over gaan. Want dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, het een reizen is, maar zonder dat je eigenlijk je fysieke vessel, je fysieke lichaam, je fysieke vervoermiddel altijd meeneemt. Omdat je dan natuurlijk weer tegen een aantal beperkingen aanloopt. Nu, um, als je een tweelingvlam bent dan uh, is het ook interessant om te weten dat je eigenlijk iedere keer als je denkt aan je tweelingvlam, en omdat dat nu heel actief is, in de zin van dat je in een, in een actieve visualisatie gaat om te verbinden met je tweelingvlam of niet, dan dat je eigenlijk altijd ook jezelf, je eigen energie projecteert, dus astral gaat gaan reizen naar waar de plaats dat je tweelingvlam is. En dat maakt natuurlijk dat naar lang het niveau van bewustzijn, dat dat kan zijn... Dat je inderdaad op het punt komt dat je jouw tweelingvlam echt bij jou in de ruimte kan ervaren. Ik heb vaak het al het, het gehad, mogen ervaren, dat het gewoon ook leek dat mijn tweeling als mij zat. Of dat ik ergens op vakantie was met een vriendin en dat ik zei, ik heb het gevoel dat hij hier elk moment binnenkomt. Maar dat is ook die energie die je eigenlijk constant kan ervaren. Nu, hoe werkt het? En je weet, ik probeer dat de meest eenvoudige energie, oh, energie <laughs> uitleg te geven. Hoe werkt het eigenlijk? Stap je als une, uit energie, stap je uit je lichaam. Net zoals bijvoorbeeld als mens uit je auto zou stappen. Om oh, het een heel simpel, dom voorbeeld te gebruiken. Dus je, je stapt eigenlijk uit de fysieke wereld die je nu kent en in een andere dimensie of een andere densiteit. Dus afhankelijk van waar je ziel, als ziel, als energie heen wilt gaan. Ga je ofwel gewoon verschuiven en een andere, hogere energie gaan, dus een densiteit, of ga je eigenlijk naar een soort van parallele wereld gaan, dus een andere dimensie. En op die manier gaan we als energieën, als zielen, lessen gaan leren. Uh, gaan we gesprekken gaan voeren met ons team. Hè. Uh, dat maakt ook dat we dan soms ook, of soms niet, regelmatig ook inzicht in krijgen, terwijl dat we slapen. Dat komt daardoor. Uh, dus je zou kunnen bijna zeggen, we gaan eigenlijk parallele levens gaan leiden. Uh, maar we gaan even goed naar de kristallen heelkamers om te gaan helen. Die zijn ook weer verbonden met de universele vlammen. En daar krijg je dan weer ook de energie van die universele vlam. Wat jij als ziel op dat moment nodig hebt. De ene keer gaan we naar de diamantenkamer, gele kamer gaan. De andere keer naar de groene. De andere keer naar de Rode, Nog een andere keer nog ergens anders. Het maakt niet uit. Maar je ziel en je team weet altijd perfect naar waar je heen gaat. En dat is afhankelijk van het niveau van bewustzijn. Dus waar je staat in je ontwikkeling. Dan. Um, Um, ga je eigenlijk bewuster kunnen gaan astral reizen uh, dus met andere woorden, jou bewust kunnen gaan projecteren in ergens een tijd of een ruimte, dat maakt ook dat we kunnen teruggaan in vorige incarnaties je kan, dat maakt dat je kan gaan, jezelf gaan projecteren in de toekomst en dat maakt dat je zelf kan gaan uh, projecteren naar de andere kant van de aarde bijvoorbeeld in mijn geval, mijn tweelingland zit op dit moment in Amerika zou ik mee kunnen projecteren naar daar of omgekeerd hij naar mij Um, en dan komt natuurlijk de vraag: van ja, als ik dat doe, gaan de anderen mij dan zien? En daarop is het antwoord eigenlijk niet per se. Dus ook dat hangt weer af van verschillende factoren. Logisch. Nu, um, een van de belangrijkste factoren daarin is, is de zielsconnectie die je hebt met de andere personen daar en de mate van bewustzijn van die personen. Um, een heel gemakkelijk voorbeeld is natuurlijk tweelingvlammen en tweelingzelen. Bij de tweelingvlammen, wanneer je dat gaat gaan doen, dan, net zoals ik net verteld heb, door de zielsconnectie, ga uh, gaat de ander jouw energie kunnen uh, ervaren, voelen. Uh, kan het zelfs zijn dat ze jou zien als energie, dus niet per se als je fysieke lichaam, maar dus als ze zien als energie. Um, en uh, dat zijn ook de momenten waarbij dat je dan ook effectief kan voelen dat die als energie op bijvoorbeeld een knuffel geeft of een zoen geeft. Dan wordt er een bepaalde plaats die gaat tintelen bijvoorbeeld, of die warmer wordt, alsof er een hand op je schouder ligt bijvoorbeeld. Dus, en dat heeft ook wel wat te maken met dat astraal reizen. Um, een extra stukje dat ze daarbij gezegd hebben, dat is eigenlijk ook de manier waarop dat healingen op afstand werken. Dus ook weer vanuit het principe van alles is één, dus de wet van eenheid, de wet van een, uh, één, ja. En dus dat maakt dat er geen beperking is in de ruimte of nog tijd. Dus dat betekent even goed dat je ook zelf kan uh, gaan astraal gaan reizen, ik kan het zo zeggen, naar uh, de Pleiaden bijvoorbeeld, of naar Orion, of waar dat ook maar zij wilt naartoe gaan, of informatie wilt gaan halen. En dat is dan ook het derde stukje van hoe kan je dat gaan doen. Um, wat is daar belangrijk in om te weten, is dat er eigenlijk verschillende niveaus van astrale reizen zijn. Dus eerste, dat heb ik al uitgelegd en dat hebben we al eens besproken. In die zin heb je het bewuste astrale reizen en anderzijds dan het onbewuste astraal gereizen. Heel veel mensen doen aan astraal reizen, maar weten eigenlijk niet dat dat hetgeen is dat ze aan het doen zijn. Nu, uh, het onbewuste, dat is vaak wanneer dat we, dus als we slapen, dat we gaan reizen. En daar ga je ook niet altijd nog iets, als wanneer je wakker wordt, nog dingen van weten. En dat is oké. Okay. Want op zielsniveau komt dat uh, door. Zet dat in je systeem en ga je dat meenemen en de keuze zijn maakt. Uh, bij bewuste, uh, bij het bewust eigenlijk gaan astral reizen, ook dan zijn er verschillende levels, verschillende niveaus van... Uh, hoe ver dat je jouw energie, jouw lichaam eigenlijk verlaat. Wanneer um, moet je dat nadenken, waardoor ik dat kan, beter kan uitleggen? Kijk, wanneer je gaat gaan visualiseren, dan ga je op dat moment ook jou gaan projecteren, ga je jouw energie ook gaan projecteren. Maar dus je kunt zodanig verder ook ingaan in de astrale reizen. Dat je volledig jouw lichaam ook verlaat, net zoals dat doet wanneer je gaat slapen. En dat kan je ook in de bewuste toestand gaan doen. Maar dat zit je eigenlijk al een beetje in het gevorderde stadium van astral reizen. Nu, als je dat wel gaat proberen, is het heel belangrijk dat je zorgt dat je altijd je gronding aangepast is. Dus vooraleer dat je um, um, energiewerk doet, en dat merk je ook in elke transmissie die ik uh, gemaakt heb. Dat is het eerste dat we gaan doen: onze gronding aanpassen. Waarom? Die gronding is nodig voor drie grote redenen. Eerst en vooral om geen onnodige ballast aan te trekken of te absorberen van andere energieën, of waar je heen gaat of door het reizen, door verschillende dimensies en densiteiten. Je wil geen andere energieën aannemen dan jouw eigen energie. Het is al lastig genoeg om ervoor te zorgen dat jouw eigen energie in balans blijft. Laat staan dat je er nog constant energie van anderen gaat gaan absorberen. Dat is het ene. Het tweede, um, dat misschien wel wat creepy lijkt, maar dus belangrijk is om gronding aan te passen en bescherming te vragen van je fysieke vervoermiddel, is omdat je niet wilt dat je lichaam wordt overgenomen door andere energieën. Ja, dat gebeurt zelden, maar het gebeurt af en toe dat inderdaad lachtrende energieën willen uh, toegang krijgen tot weer een fysiek lichaam. Dus ook daarin is het belangrijk om te weten waar je mee bezig bent en waarom dat je dat doet. En dan het derde punt is, uh, je wilt het eigenlijk nog weer terugkomen, je wilt het nog weer terug incarneren, meer volledig integreren, weer helemaal zakken in je lichaam om je, je verder leven te kunnen uh, leiden en ervaren. Um, en het, het punt is, waar wanneer dat al de grondingscoren volledig weg zijn, dan uh, zit je eigenlijk op het punt of het stadium dat, dat je sterft, dat je gestorven bent, dat je eigenlijk overleid, overleden bent. En, um, ik weet niet of je daar al bewust van bent of dat je daar soms al um, um, ervaren hebt. Maar soms kan je dat ook zien bij dieren en zelfs ook bij mensen ook. Dat wanneer je dan kijkt in hun ogen, dat er precies niets achter meer zit. Er zit precies geen energie of geen ziel meer achter. Er zit geen leven meer in, zoals, zoals, zoals sommige mensen zijn. En dat is eigenlijk ook het stukje waarin dat je al ziet dat dan eigenlijk dan energetisch gezien die grondingskoren veel meer en veel meer uh, losgelaten worden. En dat die ziel eigenlijk al veel... Meer en veel vaker in de andere wereld te zitten en dat het hier nog helemaal geïncarneerd is. Dus net ook daarom, die afwezige ogen, um, is ook een teken dat iemand niet volledig gegrond is. Dat iemand niet hier in het nu zit. Dus hier niet in zijn fysieke incarnatie zit. En afhankelijk van waar dat die persoon op zijn proces of in zijn, um, uh, zijn leven staat, heeft dat een andere reden. Nu, een ander uh, belangrijk punt bij van hoe kan je dan gaan astraleren is van. Dat je voor jezelf eerst eens gaat nadenken uh, en eventueel zelfs opschrijven van wat denk je over astrale reizen. Want alles wat je denkt over hoe dat zou verlopen, hoe dat zou gaan, hoe dat moet gaan, dat zijn allemaal de beperkingen waar je tegen gaat aanlopen. Bijvoorbeeld als je heel veel angsten daarop hebt. Ja, dan ga je natuurlijk al die angsten gaan ervaren. Want je gaat naar het astrale, je gaat naar het energetische. En dan kan al de angsten die je hebt eigenlijk ook daar als werkelijkheid beleefd worden. Dus dat maakt eigenlijk ook dat we, wat, wat we soms ook dromen. We dromen over de, onze diepste angsten. Maar waarom? Omdat we ze zouden kunnen gaan transformeren, omdat we er bewust van worden. En als je bewust wordt, kan je er iets mee doen. Zolang dat in het onderbewuste blijft hangen, ja, kan je er niks mee doen, want je weet niet meer dat ze, dat ze er zijn, je weet niet dat ze bestaan. Nu, als je bewust wil gaan astraal reizen, um, zijn er eigenlijk vier stappen die je gaat gaan doorlopen. Ik ga het natuurlijk heel kort uitleggen. Eh, voor degenen die dat willen, kun je dan nog heel veel andere dingen over, rond opzoeken. Um, maar dat is het eerste wat je doet, dus na die gronding aanpassen, is je energie verhogen. Er zijn ook verschillende technieken voor. Maar dus je zorgt eigenlijk voor dat je frequentie gaat gaan versnellen, waardoor je energie verhoogt. Dan... Um, Ga je op een punt komen dat je eigenlijk gaat merken dat je energie goed gaat gaan beginnen draaien, gaat gaan spinnen. En um, zelfs dat op zo'n punt dat je, dat je merkt dat je eigenlijk de controle met de aarde, of eigenlijk eerder de verbinding met de aarde verliest. Dus eigenlijk lijkt het alsof je de controle over je lichaam verliest, over je energie verliest, wat ook een stukje zo is, omdat je die, 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 die connectie, die verbinding met de aarde eigenlijk een stukje loslaat. Niet volledig natuurlijk, want anders kunnen we niet terug incarneren maar toch gedeeltelijk om te kunnen gaan reizen. En dus doordat je eigenlijk als energie je lichaam loslaat, um, dan ga je merken bijvoorbeeld dat je ook geen voeling meer hebt in je handen en in je benen. Dus je weet wel dat ze er nog zijn, je bent er nog bewust van, maar het, je voelt ze niet meer. En dat is eigenlijk ook het punt waarin je merkt van dat je inderdaad een stukje aan het loslaten bent. Als je heel lang mediteert en visualiseert, kan je ook in dat stadium komen. En dan de volgende stap is eigenlijk het energetische. Dus wat gebeurt er? Er zijn eigenlijk twee Spinnende vortexen, een links draaiende en een rechts draaiende, dat doe ik nu hetzelfde. Ja, maar je snapt dat punt. Dus eigenlijk die tegenovergestelde richting draaien. Um, en als je op dat moment nog in een veel te wakkere toestand bent, als het ware, dan kan je daar heel misselijk van worden. Dat is iets wat ik zelf altijd heel vaak ervaar, dat ik er altijd meestal wel weer uitschiet. Dan. Um, maar dat is eigenlijk het punt waarop je dan in, inderdaad jezelf kan projecteren naar ergens anders. Maar net daarom die mis, voor die misselijkheid is het belangrijk om heel goed gegrond te zijn. Omdat je dan die doorstroming van die energie eh, nog steeds hebt. Nu, sowieso zou ik zeggen, vraag altijd hulp aan jouw team. En voordat je daaraan begint, vraag jezelf af van ja, oké, okay, wat is mijn doel van, dit, van deze astrale reis? Wil ik ergens informatie halen? Bijvoorbeeld... Als je zegt van kijk, ik ga mij projecteren naar de Akasha Records. Ik ga me projecteren naar mijn planeet van afkomt, bijvoorbeeld De Pleiaden, Orion, Sirius, Venus, Andromeda, maakt niet. Uit. Um, dan heb je een, een duidelijk doel voor ogen, wat je wenst te bereiken. Daarmee. Uh, het kan ook zijn dat je zelf projecteert naar de kristallen heelkamers, dat kan allemaal. Um, en dus eigenlijk het tweede stukje de informatie is één en het tweede is healing. Dus, Zorg dat je dat op voorhand helder hebt, dat je dat weet voor jezelf. Spreek dat ook af met je team, dat ze jou daarin begeleiden en ondersteunen. En zorg dat je doel oprecht en zuiver is. Dat niet om te curieuze neuzen is waar de daar gaande is. Um, wat ik wel vaak soms gebruik, bijvoorbeeld voor mijn kinderen. Uh, als ze op school zijn en ze uh, ziek bijvoorbeeld over de ochtend, waren ze niet echt helemaal oké. Okay. En ik wil weten hoe dat ermee gaat, dan kan ik mezelf uh, astraal gaan projecteren. En dan kan ik, vraag ik eigenlijk gewoon aan mijn team, van laat me zien hoe dat gaat met mijn zoon of mijn dochter bijvoorbeeld. Of met mijn tweeling. En dan ga je de informatie krijgen, dus informatie, ga je de informatie krijgen die je nodig hebt. <coughs> nu, zoals met gelijk welke channeling, wanneer dat is om iets te weten uit nieuwsgierigheid van iemand anders, of vanuit het roddelpunt, uh, standpunt, of hoe moet je dat gaan zeggen, dan ga je geen informatie krijgen, in tegendeel. Um, Zeker niet als het van, uh, vanuit een zuivere channeling voortkomt, want dan is eigenlijk altijd de bedoeling om jou vooruit te helpen, niet iemand anders of om jouw ego te gaan voeden. Zeker niet. Zo, ik hoop dat dit een interessante video was, dat je iets nieuws geleerd hebt. Uh, Mochten er nog dergelijke zaken, vragen zijn, dan mogen je ze altijd onder aan deze video plaatsen. Wil je natuurlijk zelf veel meer leren werken met energie? Um, of... Um, ben je op zoek naar een cursus waar je zegt van ik wil echt ook weer meer aan de slag of weten dat ik als, als healer of als coach of transformatiecoach aan de slag wil gaan. En je wilt het niet op de oude manier doen. Dan uh, nodig ik je heel hard uit, heel hard <laughs> nodig ik jou uit om uh, met mij samen aan de slag te gaan in het Spiritueel ondernemerstraject Dat is een jaar traject waarin dat ik jou alles leer, alles van binnen en van buiten. Ook met je meestap, heel individuele sessies. Uh, waarin dat we gaan kijken van wie ben jij, wat is jouw essentie en hoe kun je dat vormen gaan geven in de spirituele onderneming die jouw levensstijl, jouw gedroomde levensstijl, eigenlijk gaat gaan voeden en uh, gaat gaan neerzetten. Terwijl dat je van dienst bent, terwijl dat je van service bent, terwijl dat je constant kan geven vanuit liefde. En in de eerste plaats dat je zelf natuurlijk, want vanuit die zelfliefde kun je nog veel meer geven aan mensen om je heen. Nu, er zijn nog enkele plaatjes vrij... Voor uh, de mensen die willen starten onder het, uh, de versie van 2022. Waarom? Uh, in de versie van 2022 kreeg je 19 individuele sessies vanaf eind uh, december, dus vanaf 27 december kreeg je de versie van 2023. En dat is dan uh, de maandelijkse groepsessies en 7 individuele sessies. Dus mocht je daar interesse in hebben en zeggen van ik wil nog graag die hele grote portie lentie, dan <laughs> noor ik je uit. Om zeker nog lid te worden voor 27 december. Zo, dat was het voor deze video. En uh, ik zie je dan alvast in de volgende video. Dag!